pro-kijkers. Het wordt legitimatie trekken allemaal. Welkom terug bij alweer een nieuwe aflevering van wie? Ja, ja, van Timothy! Wow! Heel spectaculair! Zag dat eruit of niet, kijkers? Ja, maar wat er nog veel spectaculairder uitziet, is wat Wim heb gevonden. Of wie, Wim? Ja, ik ben er wel tevreden mee, man. Wat had ik verwacht hier? Ja, super dik. Ja, ja, laat het maar even zien aan de kijkers. Ja, kijkers, er was net trouwens ook een kleine live video ervan. Die was niet in hele goede kwaliteit, zodat ik daarvoor heb ik deze extra video voor jullie gemaakt. Ja, het is te donker is, hè? Oh ja, wacht, we zullen een beetje naar het licht gaan. Inderdaad, maat. Ja, we hebben al gekeken, het is een Taurus. Haan staat naar achteren. Haan staat ja, redelijk naar achteren, die staat best wel gevaarlijk eigenlijk. Laten we hem zo draaien. Ja, het is heel netjes gedraaid. Ja, het is een Taurus, kijkers. Zoals jullie zien, een flobbert. Of ook wel 4 mm. Dat is een flobbert. Ik laat nu eventjes wat beelden zien wat een flobbert geweer is. Ja, dit is dus een flobbert geweer. Ja, zoals je ziet, het gaat dwars door een blikje heen. Het is best wel een gaaf dingetje. Maar ja, het is niet toegestaan door middel wet, wapen en munitie. Dus ja, hij moet wel ingeleverd worden. Vandaar dat hij ook in de emmer al netjes zat. Ik zou zeggen, Wim, doe hem snel weer. Nou, ja, snel in de emmer. Ja, en Joop. Lekker ouwe. Lekker ouwe. Goed dat je erbij bent. Ja, wat trok jij er voor kiks uit dan? Een vismelder. Een vismelder. Ja, zo noemen we dat light op TikTok. Een vismelder. Het is een taser. Een bodyguard. 4 kikken, man. Wel met goede batterijen, hè? Ja, met een goede. Zal die het nog doen? Zal die het nog doen? Wim, kom hier. In de rij staan. Wim, kom hier. Ja, kikken. Nee, heb ik nog nooit gevangen, man. Nee, super dik, man. Ja. Ja. Ja, ik had er zelf nog niks uit. En ik was live op TikTok. En Brian die zat te kijken. Die denkt, ik kom hier als ik een sperre. De Dutch Outback en nee, lang geleden. En een kreefje. En een kreefje. Oh, oh ja, en een kluis. En een scooter. En een mini kreefje. Kijk dit. Jullie weten het, hè? De trouwe kijker weet hoe eng ik dit vind. Dus, ja, maar deze is zo klein, die kan mij toch niet bijten, of? Nee. Nee, ik durf het niet wel. Oh, maar. Kijk hem eens, leendert. Daar gaat hij. Nou, ik zou zeggen, duimpje omhoog en kijk zeker verder. Kijk dit! Ja, je zal het onder een auto vandaan halen en dan dumpen. Zal dit een katalysator zijn, kijkers? Let me know in de comments hoor, zeker weten. Ik heb geen idee. Joop, wat denk jij zelf persoonlijk? Joopie had hem gevonden. Is dit een katalysator? Draad van Semtex? Je gaat gelijk denken. Ja, ja. Ja, John die heb het al een keer gedaan. Voor de trouwe kijker die weet dat nog. Zal die het nog doen? Zal die het nog doen? Een katalysator. Dat zou best kunnen. Zal er goud waard zijn? Ja, ik weet niet, man. Als het een katalysator is, zit er goud in. Ja, hebben we goud in handen? Ja, we hebben goud in handen. We hebben sowieso goud in handen. Maar... hebben we nou echt goud gevonden? Ja, man. Kijk eens, laat het even weten in de comments. Is dit een katalysator of niet? Je neemt hem wel mee, neem ik aan, toch? Nou ja, dat ligt eraan. Als hij echt is, dan gaat hij mee. Ja, ja. Ja, hij is laat niet het echt, even hij weten. Hij is niet echt, wij nemen hem wel mee. Hij is niet echt. Oh, hij is niet echt, wij nemen hem wel mee. Ik kan binnen. Er zit een landenzonde in. Ik heb niks te maken met een katalysator. Ja, joh. Ja. Kikken.
Wow, kijk eens. Ja, we dachten dat we een kluis hadden. Toen dacht Brian dat hij een kentekenplaatje zag. Ja, blauw. Dat blauw. Maar het is uiteindelijk... hydraulische pers. Een hydraulische pers. Kijk dit. Dit hebben we nog nooit gevonden. Wow. Kijk dan. Die slang komt er ook. Die slang, kijk dan. Hé. Hey, dit is... Kunnen we kijken of die nog doet? Zal die het nog doen? Hoe vet is dit? Wow! Dit is best wel duur, of niet? Ja, 400-500. 400-500 Jopie. Die gaan we Joop mee. Die gaan we Joop mee te knaren houden. Oh, kijk, nog doet. En hij is nog nieuw ook, want het folietje zit er nog op. Kijk dan, hij is nog nieuw ook. Die hebben ze gestolen waarschijnlijk. En hebben ze gedumpt, hè, Joop? Zal die het nog doen? Maar dat is wel mijn plek, hè, Joop? Hey, zo 30%, hè? Het is onverkocht. Tuurlijk, maat. Kijk, hè. Brian is ondertussen kijken of hij het nog doet. Maar ik weet niet wat er dan moet gebeuren. Gaat het dan naar beneden? Is dat, ja. Is dat wat je in die filmpjes op TikTok altijd ziet, dit? Hè? Ja. Nee, joh, dat is... Ja, toch. Hé, hey, enge dingen, man. Daar kun je gekke TikTokjes mee maken, maat. Kun je allemaal dingen fijn persen. Ja. En dan ga je ook weer met de hand pompen, zeker. Ja, dan moet je daar iemand voor inhuren, maar... Kijk, hè. Folietje zit er nog op, inderdaad. Super dik, hè. Er zit wel water in. Ik denk niet dat hij het meer doet. Maar... druk opbouwen. Wow, kijk, hè. Waarschuwing. Zo, het is echt nieuw, man. 10 ton, hè. 10 ton. Ah, wat super dikke vondst, Joop. Leuk, hè. Ah, dat is leuk. Ja, dat is gaaf. Wie doet het? Joppie! Ja, maar jij hebt het gehaakt. Met die mag niet. Ja, ik heb hem echt goed met die mag. Ja, kijk eens, ik zit mega vast. Joop ook. Op mijn touw. Als hij dat niet doet, is het echt ellende. Maar het is geen idee. Wat is het? Oh, een scooter! Ja, zeker. Ja, man, het is een scooter, hé. Wow! Een dikke Vespa! Wow! Ja toch? Kijk dit, kijk eens, het is een dikke vette scooter! Wow! Ja, dat wordt nog een klusje hoor! Dat wordt zeker een klusje, Brian! Ja, kijk naar die oude rand! Beeld valt weg! Oh, ja, dat maakt niet uit, dat is goed! We hebben hoofdpijn te pakken! We hebben hoofdpijn te pakken! Wow! Hij zakt ook helemaal terug door mijn dingen! Hier heb je een lier voor nodig! Of de brandweer met een kraan of zoiets! Over de hefdruk! Ja, dat was ik net aan het denken. Zit ja, man. Die gozer gedaan. Wat doen we, jongens? Ja, die haak die zit nu vast. Ja, je zit gehaakt of zo. Nee. Nee, die draghaak. Die draghaak zit vast. Oh, hij moet er dus uit. Hup, oh, fijn. Kijk, ja, we kunnen wel... Ik denk dat je met je vieren echt moet gaan trekken. Leuk, hè? Hij ziet het wel. Geniet er allemaal mee! Kijk hier! Help! 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 Laat hem onder de klem! Oh, jouw been! Ja, mijn been zat heel de tijd klem, man! Heel de tijd al! Oh. Oh. Zwaar! Nou, het is echt mega zwaar, man! Maar die krijg je niet pas! Zo! Hé, heeft er iemand een trek aan? Nee. Heb ik een trek aan? Ja, maar dan trek je hem ook te dicht langs de kant, denk ik! Ja, je been is vrij. Ja, mijn been is vrij. Wow. Oh, die pakt die draghaak. Dat is maar hap. Die draghaak. Wat is er dan? Ja, die heb ik ook nog vast. Oh, ja, kijk, Joopie zit ook nog. Ja. Nou, dit gaat een klus worden. Een duimpje omhoog. Om ons geluk te brengen met deze klus. Wow, heavy hoor. Ik heb bij jou wel tegenwoordig gewoon een heftruck meenemen met mijn vijfjes. Ja, ja, wow, kijk eens. Bizar.
kijkers, jullie zagen het op de timelapse. Paling! Wow, kijk dit! Wim! Wow, kijk dit! Ik schrok me dood, hè! Ik schrok me... Nee! Doe jij die grap? Nee. Wow, ik schrok me dood, kijk eens! Ik dacht een slangenpaling! Kijk dan die sterk, hè! Wow, jij gaat terug, hoor, vriend! Tuurlijk! Nee! Dat vind ik niks, dat weet je! Hoe vet is dit? Gaba! Ja, hij is eruit, kijk eens! Het was wel een mega zware klus, zoals jullie zagen in de timelapse. Ja, super dik. Blijft wel nog in mooie staat, hè, of niet? Ja, alleen het stuur is helemaal gebroken. Hè. Moet je kijken, joh. En de buddy hebben ze weggehaald. Koplampje hangt los. Zit er nog een kentekenplaatje op? Weet ik niet. Want dan weten jullie het, hè. Twee afleveringen geleden hebben jullie het gezien wat er dan moet gebeuren. Oh zo, Wim, hij trekt hem gewoon in zijn eentje uit. Moet je kijken, joh. Wat een beest, hè. Ja. Wat een beest, hè. Wow. Nee, kentekenplaatje zit er niet meer op. Nee. Deze mag mee vissen. Dus deze is voor de gemeente, kijkers. Er zit nog een paling in. Zit er nog een paling in? Ik vond dat niet, wat oud ik zag dan wel. Kijk daar. Ja, zijn hoofdje daar. Ja, zijn hoofdje is hier. Dat is een groot ook. Ja, man. Kijk, daar komt hij. Ja, zijn hoofdje daar. Hier achter, man. Ah ja. Hier, vis. Ja, ja, vis? Nee, hoor. Ja, hier, ja. Oh, die gaan we bevrijden, kijk eens. Tuurlijk. Ja, man. Waar? Ik ben er niet bang voor. Nee, hij niet. Ik wel. Ik had nu op het plafond daar zo gezeten. Hoe vet is dit? Krijg hem niet te pakken? Wat is het voor visje? Maar er zit nog een paling in ook, hè? Kijk, daar komt hij. Kijk, daar komt de koppie. Hij wil een documentaire zo, joh. Ja, hè? Freek Vonk. Gewoon even rechtop zetten, dan flikkert hij er zo aan de onderkant uit. Ja, man. Ja, we moeten hem wel bevrijden, man. Hoe vet is dit, kijk eens. Ja, die paling was super groot. Nog een paling, maat. Er zit er nog eentje in. Het is een vondelingetje. Nee, ik kreeg het in de reacties. Voor de trouwe kijker die nu zit te kijken, weten jullie nog dat we dat visvalkje eruit haalden? Dat visfuikje. Dan dacht ik dat het een meerval was, Wim ook. Maar dat was dus een gordel. Ja, man. Gondeling. Ja, gordel. Gordeldier is weer een gordeldier. Ik kon die herko eruit halen. Ja, dat is echt al lang geleden. Het was ook inderdaad, ja, man. Met Bartje Goud was dat ook. Ja, man. Kijk eens, hé, vriend. Dikke zo naar jou strijden. Nee! Hij gaat weer terug. Ach, wat een strijden. En nou gaan we nog voor de paling, hè? Ja, man, die paling. Zullen we die paling gaan roken? Ja. Dat vind ik wel zielig. Wat dan? Ja, ik hoop de mond te ademen. Zal die het nog doen? Zal die het nog doen? Even de reis leggen, man. Ja, we hebben het wel eens meegemaakt. Hier, nog een vis. Ja, nog één. Nog een vondeling. Ja, maar nog een vondeling. Zou ik die dan maar pakken? Ja. Mazzel! Nou, kun jij ervoor gaan, hoor, Joop. Kom op, dierenvriend. Kijk eens hier. Wat? Oh, kijk, dat is die paling. Ja, die durf ik. Jawel, in Brussel had ik die wel een keer beetgehouden, hè. Toen gaf Polski die me. Maar toen had ik... Ja, man, kijk dan hoe vet. Dat is lekker ook, hoor. Ja, dat is echt lekker, man. Dat is duur ook, hè? Ja, gewoon nog aan, joh. Ja, man. Kik, hè? Nou, kom op, dierenvriend. Let's go. Oh, zal ik even die scooter houden? Lekker. Heb je nog een kenteken op? Nee. Gaat ie? Doei, vriendje. Nummer 2. Zo, kijk eens. De politie is gearriveerd voor het pistool. Ja. Ja, het is echt zo, ja. Dat is spontaan, hè? Ja, zeker wel. Ja, APV moet dat staan. Nou ja, dan moet het in ieder geval. Alleen Amersfoort, Nijmegen en zo mag je niet van APV. Bepaalde plekken, maar hier in de wegens Tweede Wereldoorlog spullen, wegens bommen en granaten eigenlijk.
You gotta put them in the bag. In België had je een water, kwamen 350 wapens uit. Ja, ja, ja. Ja, dan was de Belgische politie niet zo blij met ons. Die waren alleen maar vuurwapens aan het in beslag nemen. Alleen maar schrijven. Je moet wel een klein beetje water erbij, anders hoeft hij gelijk weg. Ja, je moet sowieso water een beetje in de zak nou eigenlijk. Ja man, ja, anders ja, hoeft hij gelijk weg. Ja, dat is echt dat is geen leugen. Ik denk niet dat dat zo'n handig idee is voor de auto. Nee, maar dat doet dinges nog wel. Ja, Tef neemt hem echt mee in een emmertje water. Ja. Maar dit is een flopper, het is niet een echt pistool, nou ja, zeg maar. Hij schiet 4 minuten. Ja, hij schiet wel. Je kan er wel iemand aardig mee verwonden. Zal ik ze op straat voor je inleggen? Nee, joh, ik pak hem niet uit. Anders gaat de DNA en zo bewijs maken naar de kleut als je een klein eruit haalt. Want dan roest hij gelijk. Binnen 5 minuten gaat hij goed. Wow, kijk eens, het wordt legitimatie trekken allemaal, want het is verboden om in Rijswijk te magneetvissen. Wij hadden er ook echt geen idee van. We krijgen gelukkig een waarschuwing, maar ga hier dus zeker niet heen, want voor jullie volgt geen waarschuwing. Zo'n tegeltje. Die wordt sowieso heel bijna meegedaan. Als het goed is, is het een flopbed. Ik ga even uit de steen. Veilig is hier. Ja, als je een kokertje hebt, is het mooi. Dat is wel minder. Ja, dat het hier niet meer mag, hè? Ja, man, we moeten het nog wel openen. Ja, kijk eens, we moesten nog de overkant bakken, maar het mag hier niet meer. Ja, helaas. Niet mag. Dit is de reden, weet je, als je naad van ook vis erin van alles, dat doen wij niet. Oké, dat is de reden. Veilig, niet meer doen. Het is ook per gemeente, ik weet niet hoe belast het eruit gaat. Ja. Maar in deze gemeente zegt ze, joh, het mag. Den Haag mag het. Den Haag, Amsterdam. Ja, wij zijn in Den Haag weer bepaalde plekken aangewezen waar het juist niet mag, omdat er een risico is geweest. Ja. We hebben net lopen zoeken, maar hij kon het ook. Als je de APV kijkt, staat het helemaal niet in. In de APV van 2021 staat hij netjes. Ja, maar daar heb ik echt gekeken. Dat komt er niet in voor, maar dat is heel moeilijk op te zoeken. Klopt. Dat is nog kut. Elke gemeente mag zijn eigen wet en regel geven. Niet dat wij gelijk zeggen, joh, jullie worden gelijk bezig. Lekker mee. Ja, we stoppen ermee. Ja, het is gewoon. Het is niet anders. Probeer het 500 meter niet op de zij in Delft. Misschien mag het daar wel. Ja. Kijk eens. Dat is ook nog Rijswijk. Hey, we gaan afsluiten. Dan is dit gelijk het einde van deze video. En dan gaan we afsluiten. Doen jullie thuis ook allemaal mee? Politie, doen jullie ook mee? In 3, 2, 1. Challenge!